valt iedere bank om. Je zegt nu, de baas van ABN AMRO zei dat zelf. Die zei van ja, zolang onze mensen blijven zitten, onze spaarders. Wel cynisch, hè? Ja, maar dat zei hij. Heb ik geen reden? Ik sprak een topbankier. Ik sprak een topbankier, echt uit de raad van bestuur van die bank. Die zei, Jort, het is een heel technisch spelletje van lange en korte rente. Zal ik je niet meer lang en kort geld, zal ik je niet meer lastigvallen. Maar het komt er plat gezegd op neer. We naaien de klanten gewoon. Dat doen we. Nou. Maar zolang die klanten niet... Kijk, we hebben wel een vrije wereld. Hè. Je kan ook naar een klein internetbankje. Maar dat vertrouwen mensen. Het is ook heel makkelijk. Want je hebt alles in die app staan. Daar staan je effecten. Daar staat je hypotheek. Dus zij weten dat de kans om weg te lopen... Minister Kaag heeft het ook gezegd bij een bank. Hè. Wisselmaars van banken is een hoop gedoe. Heb je geen zin in. Mensen doen het niet. Maar diezelfde minister Kaag...